Hallo dames en heren, welkom meisjes. Vandaag weer bij een nieuw gloednieuw video. Op onze kanaal. We gaan vandaag Behind the Souls opnemen. Ik doe dit natuurlijk niet in mijn eentje. Dit ga ik samen met Harudin van Harudin Games. Hij zat eerst ook bij ons gewoon bij Beste Vriendenclub natuurlijk. Hij hoort er nog steeds bij, jongens. Ja. Jullie hebben heel vaak naar hem gevraagd. Dus hij, daar is hij weer. Als ik moet vertellen, hij is back. Hij is back again. En ja, wij gaan Behind the Souls doen voor jullie. Ja. En ja, we gaan even kijken. We kennen het verhaal niet. Nee, we kennen het verhaal zeker niet. Ik neem dit, ja, zal ik het zeggen, denk ik? Nou ja, Harudin speelt dit ook voor de eerste keer, dus zodoende. Ja, we zijn met z'n tweeën gelijk begonnen. Gewoon van iemand die je kent. Dus ja. Je hebt toch wel familie? Zodoende. Hopelijk hebben jullie er zin in, jongens. Iemand die je vertellen. Ik hoop dat jullie er zeker zin in hebben. Nee. Ik wil niet zo praten. Hè? Als je niet wil helpen, kan ik niks doen. Uh-oh. Oh, is er een probleempje? Uh-oh. Zo komen we niet. Ik ga even iets controleren op mijn telefoon. Wacht even. Is dat nog even? Ja, is goed. YouTube. Oh, zonder dat ik het weet heb ik het gedaan. Maar ja, we moeten toch wel wachten. Je moet ze tegenhouden, ze hebben geen idee. Ja, we moeten zeker wachten, ja. Wachten tot ik er ben. We moeten toch nog wachten. Terug, hoor je, me. Je moet ze tegenhouden. Blijkbaar hebben we een probleem. Ja, ja. Er is iets raars op ons aan de hand? Er is zeker, denk ik, iets. Wat? Ze komen. Huh? Oh. Oké. Voor die hebben ze het dus. Hey, dit is SWAT team. Hey, Dave. Ja, een hele SWAT team, ja. Ja, we komen Sam maar eens tegen, denk ik. Wat is dit nou? Ja. Die meid die hebben opgepakt. Waar is ze? Hey, ik ben niet. Oh, het is zij. Oh, ik dacht dat het een hij was. Dus Sam is opeens een meisje geworden. Oh, oké. Oké. Zou ik niet doen, Sam. Nee, ik zou geen stapje zetten. Want je wordt een beetje doodgeschoten. Meisje is weg. Goedje. Klopt. Mensen, dat zie ik. Hoe gaat dit verder? Ja, ik don't know. Hoe gaat dit verder, jongens? Piep in de bonden aankomen rijden. Ik heb geen idee wie dit is, jongens. Dame? Ja? Wat is hier gebeurd? Geen idee. Iedereen slaapt behalve die man. Wat het gedaan heeft, zeg ik, geen idee. Oké. Okay. Oeh, het experiment. Oké. Dat is fijn. Dat is spannend vooral. Zeker spannend. Hey, wie zei dat? Geen idee.
Daar ben je. Hoe gaat het vandaag, Joey? Goed? Ja, dat is dus... Het spijt me dat je een storende speler bent. Ja, dat zei ik dus, het is tijd om te gaan. Oh, autootje, brom brom, hè? Brom. Woont zij hier of... Ja, geen idee. Ik zie hier... Dat wou ik niet. Kom op, je hebt later nog alle tijd om te spelen. Ja, maar ik wilde juist de camera gaan draaien om aan de kijkers te laten zien van... Er staat hier wel een bed. Ja. Waar is hier staat de tv. Ik denk wel op het is een opvang, dat kan ook. Oké, Nathan wacht op ons. Oh, Nathan wacht op ons. Weer. Nathan, wie is Nathan? Jullie moeten beseffen, hè, jongens, we zijn hier gewoon ingespawnd. Ja. Hey Cole. Hey Ellen. We hebben geen enkel idee waar ze het nu over hebben. Nee, ik ook niet. Ik weet het echt niet. Dus laat staan. Hallo Prinses, wat ben je maar vandaag? Oké. Prinses. Oh, dankjewel. Ja. Het is wel een beetje raar om dat als jongen te horen. Ja, ik denk meer dat ik een prins ben, maar geen prinses. Dan moet je eerst lange haar hebben. Best wel goed. Oh, best wel goed hoor. Niet helemaal goed, maar best wel goed. Is dat het meisje wat dat ding heeft vernield helemaal, Dave? Dat denk ik wel. Oké, dan ga je nu dit opzetten. Weet je nog? Het is net een soort kroon. Ik wil niet veel zeggen hoor, maar dat ziet er echt niet uit als een kroon, hoor, jongens. Ja. Nu ben je een echte prinses. Geen zorgen. Een echte... Komt allemaal goed. Ik ben hiernaast als je hem nodig hebt, oké? Een echte prinses? Ik zie er meer uit als een hert. Iets in die richting. Jongens, we zien er meer uit als een hert. Of een rendier. Hey Jody, hoor je me? Nee. Kun je me horen? Ja. Oké, aan de slag. Kathleen is in de andere kamer en ze heeft dezelfde kaart als jij. Dan laten we haar erin kiezen en dan moet jij zeggen welke kaart ze heeft gekozen. Denk je dat je dat kan? Onbewust, ja. Misschien, misschien ook niet. Goed. Oké, daar gaan we dan. Daar gaan we. Eerste kaart. Oh, dit ben ik. Hi. Hallo, Jody. Jij zit aan mij vast. Ik heet Aiden. Aiden, ga naar de andere kamer en toon me de kaart. Oké, prinses. Ik zal het voor je doen. Hallo, kaartje. Oh, mooi sterretje, prinses. Het is een sterretje. Volgende kaart. Oh, ik moet klikken, oké. Elke keer wanneer jij in de geest gaat, moet ik klikken. Klikken. Ja, oké. Vierkantje. Hele mooie vierkantje. Staat erop. Volgende kaart. Volgende kaart, nog een kaart. Hoeveel kaarten zijn er wel niet? Ik denk... Allemaal, zeker? Eén en laatste is. Oh, het zijn golven. Heel goed, Jody. Laten we iets anders proberen. Er liggen bouwblokken op de tafel in de andere kamer. Zou je ze kunnen laten omvallen? Tuurlijk kan Demi dat. Goed, Jody. Natuurlijk schrik je dit. Schrik je hiervan als normaal persoon. Ik zou ook schrikken. Ik zou ook schrikken, ja.
alsjeblieft, mag je kaart opruimen? Ik denk dat ze weg wil, hè, Bob. Hé, hey, joh, gewoon lekker spelen, hé. Hey, neem je wel je tas mee? Die camera, dit. Genoeg. Ja, sorry, maar het is klaar. Oké, Jody, het experiment is voorbij. De deur is op slot! Geloof me, hij zit op slot! Haal me weg! Haal me weg hier nu! Kalm nou, Kathleen. Oh. Je moet stoppen nu, Jody. Wij doen niks meer, hoor. Ik doe niks meer, het is al gestopt. Ja, jij wilde zelf meedoen aan het experiment, hè? Dat... Toch, Jody. Je mevrouw wilde zelf meedoen. Ja, zeker. Ze hebben zelf voor opgeschreven. Het is voorbij. Het is voorbij. Het is nooit nee, voorbij. Gast. Want Demi, die zit aan mij vast. Ja. Voor altijd. Voor altijd. Ja. Ja. In eeuwen. Zit ik snap alleen niet hoe je zo geboren kan worden, maar... Nou ja, het kan, weet je. Alles kan tegenwoordig, dus ja. Ben je ook niet aangemeld bij PlayStation Network? Nee, ik denk het niet. Ik weet niet, ik denk het niet. Ambassade. Okay. Ambassade, oh leuk. Gezellig. 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 Dan gaan we iemand zien. We gaan iemand zien? Ja, die ook die vroeger altijd in de party zat. Ah, zo. Aanpassen. Wat doe ik als er iets verkeerd gaat? Hopen dat je leven de pand kunt verlaten. Hier. Die daar. Ja, was ik al bang. Die staat daarachter, ja, denk ik. Oh, ik heb zo last van mijn koker. Wacht, ik doe mijn koker even uit. Nou, oh. Even wachten hoor, jongens. Sorry, ik doe even mijn koker uit. Deze jurk is stom. Zeker. Ik had iets anders moeten aantrekken. Nee, de jurk is perfect. Je ziet er goed uit. Oeh, zit hij met ons te sjaten? Doe gewoon. Als iemand tegen je praat... Jongens, zit hij met ons te sjaten? Ja, dat denk ik wel. Wil je dat ik glimlach? Hij lijkt precies op één persoon die zeg maar nu aan het bellen is. Daar lijkt hij wel een beetje op. Als ik doodsbang ben. Rijen. Ik ben blij dat je kon komen. Fijn u weer kijk, te zien. Kijk, die bedoel ik. Deze man bedoel ik. Die lijkt toch op iemand? Ik wist niet dat Amerika. Ja, we mogen zijn naam alleen niet zeggen. Ah, we mogen zijn naam wel zeggen, maar. Prettig kennis. Niets. Ja, we noemen hem Appie. Ik laat uw gast hier met rust. Maar we zeggen niet zijn echte naam. Tot dan, Ryan. Nee. Wij wilden hem ook strikken voor deze YouTube-kanaal, maar. Ja. Hij mag het niet. Nee, hij mocht niet, nee. Maar hij lijkt daar wel op, zeg maar. Ja. En deze persoon die nu in zijn pak loopt, hij lijkt wel een beetje op Sam, zeg maar. Alleen hij moet zijn haar dan een beetje kleuren, maar hij lijkt wel een beetje op Sam, zeg maar. Is Sam nog aan de lijn, Dave? Ja, Sam is nog aan de lijn. Hij zit waarschijnlijk rot al lachen. Ja. En die meisje, ja, ik zal niet echt zeggen, maar die lijkt ook wel op iemand. Van mij of van Sam? Nee, van Sam. Ja. Daar heeft hij toen een relatie mee gehad. Ik ga maar mijn ding doen. Nee. Maar heb ik geen idee wat ik moet gaan doen. Ja, ik zal haar naam niet zeggen. Misschien einde van de video. Zou ik het zeggen? Nee, wat... Ja, je moet denk naar de wc, dat denk ik. Even pissie wachten. Even pissie wachten. Dat is wel wat ik in de livestream ook niet heb gedaan. Ja. Oh. Oké, de deur. We gaan naar de mannen wc, ja. Nee, daar zit ze, hem ze niet. Hallo. Oké, ik versta deze taal niet. Gewoon, ik vind het uit bos.
Wat lullen ze? Wat lullen ze? Het is geen Amerika. Nee, ja, dat is geen Amerikaans. Ja, Sam is nog steeds smoor verliefd op dat meisje. Dus daarom denk ik dat hij, zeg maar, deze meisje heeft uitgekozen voor de bal. Zeg maar. De bal? Nou, ja, voor de bal. Deze, Jodie. Jodie heeft hij gekozen. Aiden, ben je klaar? Er is een groot schilderij in een van de kamers boven. Met daarachter een kluis. De documenten die we zoeken liggen erin. Maar er zijn bewakers in kamers. Basically, dus ik geef Demi opdrachten en Demi moet thuis. Ja. Zo werkt het van een beetje. Alsjeblieft, D, jouw beurt. Dankjewel, ik ga ook terug je zijn voeren en ga je Sam zoeken. hallo, waar ben ik? Oh ja, in de gang van de wc. Hallo Sam, waar ben je? Ja, rustig. Ik kan niet was door de dak heen. Ik voel pijn als je te ver weg bent. Ja, I know. Dat geloof ik best. Oh, hallo. Hallo. Je kan mensen overnemen. Ja, maar ik moet eerst naar die kamer. Die het dan voor jou doen. Hey, hallo. Ik zou even eerst de bewakingscamera's uitzetten. Ja, dat zal ik ook wel. Ja, sorry mevrouw, maar we gaan eerst even wat anders doen. Ja. Even waker even afleiden. Even. Shit. We moeten bewaker eerst afleiden. Ja, dat ga ik proberen. Oeh, we gaan de camera uit nemen. Zo, en nu de camera uit. Hoppa. Die ziet niks meer. Oké. Niemand kan het grote kantoor nog in de gaten houden. We zijn veilig. We zijn veilig. Nee, dat zijn we nog niet. Ik geloof daar nog niks van, jongens. Wat wilde je dan nog meer doen, Dave? Oké, ik ga het proberen. Maar als hij vervelend gaat doen, jongens, dan ga ik even wat met hem doen. Je kan die man overnemen en dan met die man al die codes gaan vragen. Ja, kan. Dat gaan we doen. Dan heb je zeg maar een persoon om mee te lopen. Is misschien anders dan. Enge. Voorzichtig. Je mag geen andere mensen aanraken als je hem hebt overgenomen. Nee, dat begrijp ik. Als we dat doen, dan. Die bewaker die kan. Er moet ergens een schakelaar zijn. Ja, oké. Voor het schilderij. Ik gok in zijn la. Dat gok ik ook, ja. Hallo? Nee. Verkeerde la. Ja! Jee. Nu maar open, dus niet de hand van die sheik nodig. Hey, nu ook niet dat je die hand van die sheik nodig hebt, Dave. Oh man. Het lukt zo niet. Doe iets aan die bewaker en open de safe. Ja, wat moet ik met die bewaker doen? Buiten zetten weer? Oké. Okay. Hij is blijkbaar niet de juiste. Zo, blijkbaar. Ja. We zijn bezig. Het mooie is, Demi doet alles. Ik hoef niks te doen. Loop. Nee. Zo, even hacken. Kluisje open. En GTA is het een stuk moeilijker. Ik hou het niet lang meer vol. Zeker. Oké, niet bewegen. Oké, nu komt het op mij aan. Oh, wow, mijn controller trilt. Je moet niet tegen ons zeggen van je krijgt geen kluisje open, want Demi krijgt kluisjes open hoor. Rondje. Ik heb geen idee wat ik opschrijf, maar het zal wel goed zijn. Ondertussen komt er bloed uit de neus, jongens.
Oh. Hey, nee. Onder. Ja, dat zie ik. Arraja, al khuruj min hunak ala al. Ik kan niet verstaan wat. Maza tafaduna. Hina hamma rah da sayidat. Insarif min huna. Waarschijnlijk zegt ze, wat doe jij hier smeertjes wc? Wegwezen. Zij praat waarschijnlijk ook geen Nederlands. Dat denk ik niet, nee. Dat geloof ik niet, nee. Dat zij Nederlands. Dat zij Nederlands praat. Zoe, ik kan niks doen om je te helpen. Wat? Oké. Zij praat opeens in Nederlands. Ik denk dat ik op moet staan. Dat denk ik wel, ja. Want ik kan niet opstaan, want ik ben geest. Jij vliegt wel achterna. Ik vlieg gewoon achter je aan, ja. Ik denk dat ik mijn neus even bij moet graven. Ja, dat denk ik. Dat denk ik ook, ja. Sorry jongens, er is een beetje lawaai op de gang. Ja. Dan moeten jullie maar even aan wennen, jongens. Dat er lawaai op de gang is. Maar dat zal nog wel vaker gebeuren. Ja. Ik kan amper lopen nu, door de pijn. Ja. Oké, en nu? Oh. Jodie, alles oké? Laat me los! Zo. Ik wil weg nu. Goed, ja, we gaan. Ja, nu we alles hebben, gaan we, tuurlijk. Doei, Shaik. Doei. Hij vindt het ook totaal niet raar, hè? Nee, hoor. Hij vond het zeker niet raar, nee. Oh, sorry. Wie is het? Ja, Arlene heeft alweer niet zijn geluid uitstaan. Kunt u even tegen zeggen dat hij moet stoppen? Ja, of jij moet geluid uitzetten. Ik kan ook. Ja, doe ik al. Heb ik al gedaan. Het feest! Ja, ja. Oh. Wow. Ik weet het niet. Jodie, je hebt het er al weken over. Je gaat nou toch niet terugkrabbelen? Ik ken echt niemand daar. Ze vinden me van stom en... En deze jurk is afschuwelijk. Oh, dat kruipt iets over mijn deur. Nee? Er is geen reden voor paniek. Die is beest. Het is maar een verjaardagspartijtje. Oh, dat kan joh. Ik weet zeker dat iedereen je leuk vindt. Wij hebben af en toe spinnen lopen hier en mieren. Vergeet je cadeau niet. Het is een boek met gedichten van Poe. Het is 50 jaar oud en erg zeldzaam. Vind het vast leuk. Kom. Het komt allemaal goed. Ik haal je om 5 uur op. Veel plezier. Oké. Ja. We worden gewoon ergens gedropt. Ja, bij een vreemd huis. Zou dit ons huis zijn, denk ik? Misschien ooit, ja. In later, hè. Hoi, Jodie, kom binnen. Hey, Kirsten, kom je nog? Ik moet gaan. Kom binnen, Jodie, ik bijt niet. Hey, Jodie, toch? Ja, er zeggen wel veel mensen, ja, ik bijt niet. Oscar over mij. Cool, dank je. Oh, ik ga, schatje. Zorg goed voor je vrienden en doe geen domme dingen, oké? Ondankbaar. Tuurlijk, mam, zoals jij wil. Ik ken die stem ergens die is betrokken. Zeker, die ken ik ook ergens van jou. Hey mensen, dit is Jodie. Ze zit in unit 4 met mijn moeder. Unit 4? Het paranormaal departement? Oeh, wat doe je daar?
Lepels verbuigen, praten met doden, dat soort dingen? Nee. Woo, party time! Ik haal het bier. Jongens, gordijnen dicht. Meiden, kaarsen aan. En Jody, zorg jij maar voor de muziek. Lekker feesten! Goed. Oké, wat vinden mensen leuk van die leeftijd, hè? Ja, geen idee. Misschien rock. Pop? Pop kan ook, ja. Ik zal een gok op pop. Daan? Wat voor troep is dat? Troep? Ga weg. Ja, joh, dat is geen troep, dat is mooie muziek, joh. Tijd. Weet je, popmuziek. Hij is... Ik weet niet hoor, piep piep piep, maar hij stond op popmuziek. Ja. Hij stond op popmuziek. Het lag onder mijn bed, lag, al een week. Ga gewoon hier zitten, Dave. Ja, gewoon zitten, lekker geluisteren naar het verhaal. Mijn moeder komt toch nooit meer in mijn kamer. Ze heeft echt totaal niks door. Kirsten, je bent een genie. Oké. Jody, ook eentje? Nee, zou ik niet doen. Nee? Nee. We zijn nog een beetje jong. Nee, bedankt. Ik drink niet dus. Je weet niet wat je mist, meid. Na 3 of 4 biertjes ziet de wereld er heel anders uit. Ja, ja. En, dat weet ik. Ja. Staan is, Koen. Sorry jongens, moeder kwam er even tussen. Ja, kan gebeuren. Ik weet niet hoe mijn moeder is. Ja, ik weet hoe zijn moeder is, ja. Zorgzaam, aardig, lief. Zeker. Echt. Zeker. Hoi. Hoi, ik ben Matt. Jody, toch? Ik heb je nog nooit op school gezien. Krijg je geen les op de basis? Ik zit in een apart programma. Met mijn eigen leraar. Oh, je eigen leraar. Oké. Wel balen. Ik zie nooit iemand van mijn leeftijd. Oh. Maar ik ben er nog. Dat is dan wel weer zielig. Ja. Dus jij werkt met Kirsten's moeder? I guess. Denk het. I don't know. Ik had Kirsten nog nooit ontmoet. Haar moeder. Ja, inderdaad. In mijn buurt en daar moest ik komen. Ik woonde eerst in Londen en nu woon ik sinds 2 jaar hier. En jij? Waar heb jij gewoond? Zal de waarheid vertellen? Op de basis. Mijn hele leven al. Ik ben er geboren. Heb je ook hobby's? Dingen die je leuk vindt? Ja. Ik surf als het even kan. En ik speel in een band met wat vrienden. Oké, en jij? Wat doe jij zoal? Niets bijzonders. Nah. Ik lees graag. Beetje saai, dus. Mag ik je iets vragen? Ja. Tuurlijk. Waarom zit je in Unit 4? Oeh. Dat ontwijken. Ik heb... Ah, kan ook. Ik heb een gave. Een link met een entiteit. Ik heet Demi. Een entiteit? Ja. Dus je bedoelt een geest of een spook? Ja, klopt. Ik heb het even zitten. Zo. Soort van. Het is als een onzichtbaar wezen dat me volgt. Ik zit aan je vast, hè? Ik ga... Nee. Om niet om te lijken. Grapje. Oh shit, ik Demi dacht bestaat je niet. Volledig. Ik dacht dat je compleet gesloten was. Ja, ik kan niet. Nee, ik bestaat niet. Oh, slow dance. Ja, wel altijd uit de... Wil je dansen? Finale. Toch, Demi? Ja, ik accepteer het wel. Oh, ja. Goed. Ja, voor nu versta ik... Sta ik nog niet. Oh.
Oei. Wacht, nee, oh. Au. Sorry, volgens mij is het dansen. Ja, sorry jongens, de controller die ik nu gebruik, die... Ja. Die doet ook niets. Nee. Weet je, ik weet zeker dat je dit vaak hoort, maar je bent echt knap, weet je. Oh ja, gaat een stuk komen, morgen of overmorgen, want ik weet niet wanneer Damon dit wil weer gaan opnemen. Oh, we moeten nou even kijken wanneer de jongens het willen dat we gaan opnemen. En meisjes. Er zal een video komen dat ik één keer ga wisselen met Demi qua boek en qua ding. Even voor een seconde. Ja, maar dat is nu niet. Nee. Maar je hebt, dan is jouw zwarte controller wel weer opgeladen. Ja, hij is opgeladen. Ik kan er zo mee spelen. Nee. Ik druk nee. Nou, ik denk dat jij op zonde hebt geklikt. Nee, ik drukte nee. Ja. Nee, jij wilt gewoon dat ze zoenen. Ooit ga ik dit met... Ik kan niet wachten. Maar helaas, corona gooit er niet in het eten. Ja. Kijk. Jodie helemaal. Jongens, misschien kan Jodie wel een demonstratie geven van haar super mega krachten. Nee, dat gaan we niet doen. Dat is een idee, dat wil ik wel zien. We doen het wel, ja. We doen het wel, ja. Oké, is goed. Oké, Jodie. Maar dan moeten we niet gaan janken als er zometeen een stoel op jullie kop komt. Nou, goed dan. Zo, wat ga je voor ons doen, Jodie? Ik ga jouw hoofd verbouwen als je niet oppast. Ja. Gewoon stil zijn. Ja. En niet bewegen. Nee. Ik ben nu al bang. Ik mis bijna mijn boek. Ja. Goed, Steven. Daar. Ik zag daar wat. Doe normaal, Emma. Er is niets. Ik zweer het. Die stoel is? Ja, jullie wilden dit zelf. Jullie wilden dit zelf. Ja, ze heeft muziek nodig. Yeah! En dan vind je die TV. De TV, kijk naar de TV. Wacht, hoor je dat? Ja. Dat, het lijkt wel een stem. Klopt. Oké, genoeg geweest. Ja, voor mij ook. Dat was vet eng. Jullie... Ik wilde jongens, één ding snap ik niet. Bang maken of zo. Ja. Jongens, ze willen dit zelf. Ja. Ze zeggen laat wat zien. Aan en... Nou, oké dan. Het is tijd voor die heerlijke taart en... Tuurlijk, het boeit ze niet eens. Nee. Nou, mooi zo. Kunnen ze snel vergeten. Liefst Jen, kus. Oh, wat lief schat. Het zijn vast kniekousen. Oh. Waarom zijn ze zo grof? Sting, die had ik echt nodig. Jullie van je moeder niet weten. Oké, jongens. Dit gaan we niet uitleggen. Nee. Liefde, bedankt je. Zijn leven is nu veel spannender. Ons cadeautje. Ja. Wat is dat? Een oud boek. Ja. Nou, heel mooi. Het is een zeldzame gedichtenbundel van Edgar Allan Poe. Edgar Allan wie? Wat? Heb je dit gejat uit de bibliotheek van je opa? Nee, echt heel speciaal. Nou, die heb ik niet, maar oké. Net als je jurk. Wat? Nee, echt. Is dit een grap? Wie komt er nou naar mijn verjaardagsfeestje met dit soort oude troep? En ze denkt dat ze zo slim is. Ik zou ook kunnen zeggen, Demi, rot op met je... Een geknipte kleine laprat. Telefoon. Ja. Maar dat doe ik niet. Ze loopt al de hele avond als een hondje achter. Ik ben gewoon vriendelijk. Oh. Ik had ook hondje, ook. Ik wilde niet eens dat ze moest van mijn moeder. Nee, dit gaat niet meer gezellig. Nee, nou, eerst noem je hem wolf, nu noem je hem een slet en dan noem je hem een heks. Wat doe je met heksen? Je verbrandt ze.
Oh. Nee, oh man. Dit nooit doen tijdens een feestje, jongens. Wat? Nou, dat gaat dus niet. Oh, meester, het zure duisternis. Breng ons uw macht. Hij kan wel shaken, jongens, maar die ene controle kan niet shaken. Alsjeblieft, laat me eruit. Ik smeek je, alsjeblieft, laat me eruit. Hij heeft mij hulp nodig zo. Alsjeblieft. Zeg iemand nou daar? Alsjeblieft, ja, ik wil eruit. Ja. Nee. 5 minuten, joh. Nou, een minuut. Sorry, jongens. Ja. Na een minuut, joh. Die video heb ik wel toch. Sorry, jongens. Mijn moeder zit aan te dringen om te gaan slapen. Hou me weg hier. Alsjeblieft. Dave, jouw beurt. Wat gaan we doen, Dave? Vraag nemen. Oké, is goed. Welke is dat? X? Ik heb geen idee. Volgens mij X. Doe het, Aiden. Komt maar. Hey, jongens. Daar gaan jullie daar. Jullie wilden lekker taart gaan eten. Nou, nu niet. Fantastisch, meer. Erg grappig, Steven. Hé, hey, ik was het niet. Ik deed helemaal niks. Shit, het is gestoord. Ik ga hier weg. Hey, laat me niet alleen. Je zit op slot. Oh, dat weet Demi al van tevoren. Hè? De deur, hij gaat niet open. Maar dat kan niet, trek harder. Ik zeg dat ik niet. Heb ik op slot zit. Gedaan. Rustig blijven, er is niets aan de hand. Nee, joh. Ik heb een Jody die dit doet, maar voor de rest. Ja, nou, hij doet het. Oh, jij wilt gaan bellen? Op slot! Jongens. Gaat niet. Oh, die stoel. Het is echt niet van. Ja. Zo, die is voor jou. Die is voor jou. Ja, kom eens van die tafel. Kom eens onder die tafel. Die? Hé, ja? Oh, hi. Jij wilt ons... Sorry, maar ja, jij wilt ons snappen. Dat gaat niet. Hé, hey, jij noemt maar toch een hondje? Geen zin hoor, Dave. Misschien de koeka. Koeka misschien, Dave. Ja. Komt u maar even naar de richting de koeka's hier. Oh, missies! Ik zie een mes in je zicht, jongen. Ja. Sorry. Sorry. Ja. Ja. Ja, pak aan. Genoeg. Ik druk op driehoekje. Hij wil niet terug. Misschien moet ik het doen? Nee, kan niet. Nee, we moeten doorgaan, Dave. Ja, oké, jongens. Ja, ik wou stoppen, jongens, maar... Nou, misschien komt het door hem. Wat bedoel je? Omdat hij nog bij de raam stond. Wat de fuck is dit, man? Nee, we moeten... Aiden moet doorslaan. Bel. Volgens mij moet ik wel met dat kaarsje doen. Of wat kaarsje? Aha. Wat denk je nou? Dat jouw één stoel tegenhoudt? We gaan weg hier. Ja, we willen niks liever, Jody, maar dat wil niet. Nee, want omdat iemand de hele tijd zit te zeuren. Hey Dave, wie zit te zeuren? Wie denk je? Die meisjes? Die jongen? Nee, die net door de video heen komt. Dat je moet gaan slapen. Ah, oké, okay, ja. Even kijken. Ik wil weg hier, maar het mag niet. Doet je aan. Wat doe je nou, Aida? Ga verder! Je moet stoppen! Nee. Ga gewoon lekker door. Jij wou dat we weggingen, maar ik kan hier niet weg. Laat ze eruit,
Aiden, laat nu! Nee. Lekker, pu. Hey, daar gaan jullie lekker, hè? Hè? Is er nog niet iets wat je kan doen nog verder? Volgens mij de lamp. Zo. Is nu duidelijk of... Is het nu duidelijk dat we geen shish hebben? Geloven jullie het nu wel? Ja. Ik hoop het wel, ja. We wilden dit ook niet doen, hoor, jongen. Kirsten, nee. Is alles goed? Wat moet gebeuren? Door haar! Het komt door haar! Ze kan alles plat in de duivel! De duivel! Wow, 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 wow. Je overdrijft nu, meisje? Ik denk dat ze later waspa krijgt. Ja. Wie, Jody? Nee, Kristen. Of... Ah. Zij. Nou jongens, dat het was feest. Het feest. Wat een geslaagd feest. Nou, dan gaan we naar het eerste onderzoek, jongens. En hier ga ik het ook natuurlijk bij afsluiten. Ik moet even wachten tot het... Ja. Ik wil zeggen, bedankt voor het kijken. Doe allemaal social, blijf duimpje omhoog. En als jullie hier meer van willen, laat het ons dan even weten. En als wij hier door moeten mee moeten gaan, laat het ons weten als jullie hier echt meer van willen. Het is een hele leuke game, dus ja, daar gaan we best z'n tweeën doorspelen. Ja. En zoals ik altijd zeg, is later, later.